waarom doe je eigenlijk mee met het programma? Ik weet het niet. Nou, ik weet het wel. Het wordt geproduceerd door iWorks. En ik heb een goede band met Reinoud en met Daniel. En ze benaderen me voor deze show. En toen heb ik even wel over na moeten denken. En toen had ik echt zoiets van... mijn moeder zegt altijd, je moet alles een keer gedaan hebben in je leven. En ik denk van ja, dan wil ik dit ook gewoon een keer ervaren. Ja, want heeft het natuurlijk alles te maken met hypnose. Wat vind je daarvan? Wil je het echt heel eerlijk weten? Er zijn sommige mensen die hypnose als prettig ervaren. Maar ik heb het niet echt als prettig ervaren. Ik vind het een beetje vergelijkbaar met... als ik viel tijdens mijn wielercarrière. Ik ben een paar keer heel hard op mijn hoofd gevallen. En werd ik wakker in het ziekenhuis met een zware hersenschudding. Een beetje dat gevoel. Dus dat je een stuk kwijt bent uit je leven. En dat je wakker wordt met een heel zwaar hoofd. Dat gevoel heb ik iedere keer. En ik moet zeggen... dus mijn ervaring is niet echt heel erg prettig. Nee, dus het laat best wel een indruk achter eigenlijk. Ja, een behoorlijke indruk heeft het achtergelaten bij me. En ik ben ook heel benieuwd. Ik weet echt helemaal niks. Dus je wil het zo graag. Je bent maar aan het denken en aan het denken van ja, maar wat heb ik dan gedaan? Of kan ik niet iets terughalen? Maar helemaal niks. Dat is echt heel raar. Het is zo raar. Ik ben gewoon bloednerveus. Als ze nu aan mij vragen van Leontien, rijd 10 keer Alpe d'Huez op of dan wordt dit niet uitgezonden. Dan zou ik zeggen, nou zou ik nu mijn fiets pakken, zou ik op de fiets naar Frankrijk rijden, zou ik 10 keer de Alpen klimmen. Dus ik ben heel blij als het dadelijk 6 uur is en ik heb de beelden gezien wat ik allemaal uit heb gevreten onder hypnose. Precies. En je hebt een aantal vrienden natuurlijk. En wie heb je meegenomen? Ik heb hele leuke vrienden bij. Allemaal vrienden uit de sport. Collega's. Eén echte vriendin. Dat is Danielle Overgraaf. We hebben elkaar leren kennen tijdens onze wielercarrières. En we hebben al 20 jaar... Ja, dat is gewoon... Ja, je hebt een aantal echte vrienden in je leven. En Daan is echt gewoon is echt een maatje. Pierre van Hooijdonk. Michael Bogert. En Ankie Vergrinsven. Allemaal sporters. Dus het wordt een hele sportieve uitzending, denk ik. Weet ik niet. We zullen het zien. Ja, we zijn heel benieuwd. Heel veel succes. Ja, ik zal het nodig hebben. Ik zal het zo nodig hebben. Verschrikkelijk.